We zijn hier in het Stadspark waar honderden vrijwilligers zich hebben verzameld om vanavond de bevrijding van Groningen na te spelen. Ja, wat is dat eigenlijk, de fascinatie voor oorlog? En hoe komt het dat we ons pas echt in leven voelen als we onder vuur komen te liggen? Dat zijn vragen waar ik mij vandaag in ga verdiepen in het kampement. Maar we kunnen hier natuurlijk niet zomaar rondlopen zonder dat we ons historisch correct gaan verkleden. Nou, ik ben er klaar voor. Ik ga nu op zoek naar de commander-in-chief om me aan te melden. Mag jij misschien wat vragen? Ja, slim is het, hè? Wordt hier gelegeerd. Een hele sobere ontvangst hier bij de Britten. Het was natuurlijk een serieuze zaak, oorlog. En ja, misschien dat ze mij toch een beetje zien als iemand die daar een grapje van maakt. Wat niet zo is, want ik heb een passie voor oorlog. We hebben de commander-in-chief gevonden, Richard Visser. Richard, er wordt al flink geknald om ons heen. Heb je een goede nacht gehad vannacht? Ja, dat gaat heel goed. Ja, nou Richard, ik heb zelf ook mijn uniform aangetrokken. Denk je dat er voor mij een rol is weggelegd? Ik denk dat je even mee moet om het anders aan te trekken. Een makeover gaat er plaatsvinden. Nou, ik ben er inmiddels klaar voor. Ik heb me omgekleed. Ik heb mezelf ook in een mooi pakje gehaald. Ja, alleen die schoenen, daar lijkt natuurlijk nergens op. Daarom op... Vind je niks, die schoenen? Nee, daar lijkt dan nergens op, man. Is jouw snor ook authentiek? Mijn snor is wel authentiek, maar ik doe meerdere periodes en die is eigenlijk authentiek voor de 17e eeuw. Wat ga je vanavond voor de manschap klaarmaken voordat de bevrijding plaatsvindt? Ja, vanavond hebben we lasagne. En dat is allemaal historisch correct? We proberen wel zoveel mogelijk te doen. Ja, je ontkomt aan een hoop dingen, kom je niet. Zo word je gesponsord door de Jumbo. Ja, ik hoop dat het een overwinning wordt voor de geallieerden. En gezien de geschiedenis zal het ook wel loslopen. Maar je weet het nooit, hè? Ik loop liever in een Duits uniform. Dat vind ik toch wat mooier afkleden. Dat is iets waar jullie je ook mee bezighouden, met hoe het kleedt. Absoluut, ja. Als de Tweede Wereldoorlog een modeshow was geweest, dan hadden de Duitsers gewonnen. Nou, de strijd is tot een goed einde gekomen, al wordt er nog steeds een beetje gevochten. Maar goed, het is natuurlijk allemaal spel wat hier achter mij plaatsvindt. Veel mensen zeggen dat oorlog ook een spel is. Volgens sommigen het beste spel dat er is. Dit was Bram Esser, oorlogscorrespondent voor Opduik TV, terug naar de studio.